Hallo lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe video. De schrikkeldag video waar ik het eerder deze week ook al over had. Ik heb zojuist lekker de ruimte geclenst. En we gaan gewoon kijken wat er naar voren mag komen. Ik heb ook wat uitgezocht wat het energetisch zou kunnen betekenen, deze schrikkeldag. Dus dat ga ik heel even met jullie bespreken. Want we hebben natuurlijk wat numerologische aspecten wat naar voren gaat komen. Nu is het de 29ste, maakt een 11. En februari is natuurlijk een 2 maand. En wanneer deze 11 en 2 samenkomen, vormt hun energie een krachtige tijd voor liefde, genezing en leer. In feite betekenen deze getallen de komst van de spirituele lichtboodschappen. En het stukje ontwaken hoort daarbij. Een spirituele verlichting hoort daarbij. En je kunt meer open en bewust zijn waarbij je begeleid kunt worden op je pad. Dus de energie is niet alleen dat we een extra dag hebben. Maar er kan dus ook meer naar voren komen wat belangrijk is voor jullie individu. Ook wordt vaak gesproken dat 29 februari een best wel zeldzame trillingsenergie bevat. En wat een soort rimpeleffect zou kunnen veroorzaken. En dat zal niet direct dan zichtbaar zijn of voelbaar zijn. Want meestal begint het met kleine rimpeltjes. En dan wordt het een grotere golven natuurlijk. Maar deze rimpeleffect kan wel een kans gaan creëren om op dit moment ook naar voren te springen. En in te spelen op je eigen leven. Dus wat nu in werking gezet gaat worden, zul je later in jouw energetisch veld in zicht gaan krijgen. Maar dan staat wel deze dag al mee in verbintenis. Dus die extra schrikkeldag geeft je dus tijd om zaken gedaan te krijgen. Maar ook om te creëren een vibrerende impact op het aspect van de tijd in het universum. Dus tijd creëren in een volle glorie en vanuit daar ook de energie voor te zetten in een positieve zin. Nu kan dit natuurlijk ook een rimpeleffect hebben op negatieve elementen. Als jij continu bezig bent de komende dagen met negatieve aspecten en hier ook die trilling hoog houdt in jouw energetisch veld, wat eigenlijk een lage trillingsenergie is. Kun je je voorstellen dat wat jij je aandacht aan geeft, dat dit kan gaan groeien. En dit is dus die energie van 29 februari die dat nog extra kracht bij gaat zetten. Dus ben er heel erg van bewust wat je uitspreekt, wat je doet en wat je denkt op deze dagen. Want dit kan dus als een beduidend grote rimpeleffect zijn op latere termijn. Want voor meesten voelen dit gewoon eigenlijk als een extra dag, hè? Om gewoon je werk te doen of een extra dag om gewoon een dagelijkse dag. Gewoon een extra dag. Gewoon een dag van de week, zal ik het zomaar even noemen. Maar het is dus van belang om niet zonder bewustzijn deze dag te gaan ervaren, maar juist met bewustzijn. Dus daag jezelf ook gewoon uit om dus met reële blik te gaan kijken wat je nou graag zou willen. Denk ook dus over die diepere ritme van jouw energiestroom. Wat jij teweeg zou willen brengen. De stroming van jouw zielspad, om het zo maar te noemen. En wellicht prik je ook nieuwe energie in jouw energetisch veld aan om toch weer iets nieuws erbij aan te pakken of inzichten te krijgen. Dus haal gewoon echt het beste uit die schrikkeldag. Het is een extra gegunde energiestroom die toegepast kan gaan worden. Waag die sprong vooruit. Bepaal waar je meer tijd en energie in zou willen steken. En stuur je intenties het universum in vanuit een positieve energie. En niet vanuit een negatieve energie. Want dan zul je ook merken dat die positieve energie het juiste zal gaan neerzetten op langere termijn. Dus echt de komende periode. Kan weken zijn, kan ook maanden zijn. Maar we gaan eens even kijken wat er nog naar voren komt. Ik praat verder niet over het stukje hoe het eigenlijk
ook is met waarom die 29, of die extra dag, die 29 februari is gekomen. Met dat het jaar niet helemaal kloppend is. En de aantal uren met de zonstand en ik weet het allemaal niet. Vind ik nu even niet interessant. Ik vind het interessant wat de energie met zich meebrengt. Wat we ermee kunnen doen. En welke voordelen vooral we eruit kunnen halen. Kijk eens. Rebirth. Hoppatee. Bam. Daar is hij. Nou. En onderkant dek. Patronen. Oké. Je gaat inzichten zien. Je gaat kennis opdoen. Voor sommigen kan het ook zeker zijn dat je van die aha-momenten gaat krijgen. Boodschappen krijg je door. Kan ook zijn dat je dit hebt al een paar dagen ervoor dat je wat boodschappen door middel van dromen door gaat krijgen. Ik ga ze even van de tafel afwerpen. Of in ieder geval van de stoel. Want de kaarten liggen onder mijn bureau. Op het teken. Ja. Niet altijd heel handig. Deze vloog er zo krachtig uit. Nieuw perspectief. Soms is het nodig om afstand te nemen van een situatie. Waardoor nieuwe inzichten tot je kunnen komen. Beetje dezelfde energie. Hè? Een beetje die krachtige rebirth. Nieuwe inzichten, nieuw perspectief. Zorgt er natuurlijk ook voor dat jij het pad beter in zicht gaat krijgen. Al is die niet helemaal uitgestippeld. Je volgt je innerlijke guidance. En dat zorgt er dus ook voor dat je dingen in werking gezet kunt krijgen. Ook met dat stukje rimpeleffect waar ik het zojuist al over had. Hè. Dit zijn allemaal elementen waar jij je de voordelen uit kunt gaan krijgen. En we hebben letterlijk, ik heb het zojuist in het laatste stukje over waag die sprong vooruit. En ik krijg hier waag die sprong. Je mag onbevangen een nieuwe sprong gaan wagen. Stap uit je comfortzone. Zeg ja tegen nieuwe avonturen. Hoppatee, klaar. Zullen we stoppen met de reading? Of zullen we er nog wat aan toevoegen? Nou, de energie is al heel duidelijk. Hè? Die geeft al duidelijk weer waar we naartoe gaan. Wat er te verwachten staat of te wachten staat. Ik pak nog één kaart uit de wijsheid van het orakel. En dan gaan we met de tarot zo meteen verder kijken. Hogere macht. Boom. Hoppatee. Klaar. Nou, dit wil eigenlijk al genoeg zeggen, lieve ziel. Jullie zijn op de goede weg. Jullie kunnen ondersteund worden. En met die extra dag krijg je nieuwe inzichten. Ga jij misschien wel het stukje van die sluier optillen, waardoor jij nieuwe inzichten gaat krijgen op jouw zielspad. En ik krijg echt van die aha-momenten, van die lichtbolletjes boven je hoofd. Dat je zoiets hebt van, nou snap ik de clue. Nou snap ik die tekenen wat er altijd door zijn gekomen. Die puzzelstukjes die op zijn plek gaan vallen. Inzichten die gaan komen. Omdat je bent zo gegroeid. Eerst zat je nog in die blokkerende energie. Je bent ermee aan de slag gegaan. Je hebt je kracht erin gezet. In de positieve zin. En nu ga je naar die vernieuwing toe. Omdat jij gelooft in hetgeen wat er allemaal speelt. En al is dit niet tastbaar. Jij gelooft in het stukje universele kracht. Kan voor jou ook een god zijn. Hè? Of wat dan ook. Maakt helemaal niks uit. Hè? Maar je hebt dat vertrouwen. Dat het juiste je toe kan gaan komen. Die hogere macht. Een vierkaart. Stabiliteit. Het verbinden weer, het brengen van een ritme, structuur, ook kalmte in jezelf weer hervinden. Want, dit is wat ik zei, hè. Jullie hebben, let op negatieve gedachten, want die patronen die hoor je niet te vergroten. Er gaat anders een einde komen. Ik pak er nog een kaartje bij, want het voelt voor mij niet zoals je hebt je lessen nu geleerd. Door deze reading of misschien eerdere boodschappen die ik online heb gezet, heb je van die aha-momenten gekregen dat iets gesloten kan gaan worden, maar er een nieuwe toekomst voor jou open ligt. Eentje wat veel uitbundiger is, waarbij jij karmische stukken kunt doorbreken en los hebt kunnen laten. En vanuit daar kun jij die kracht herpakken en ook in gaan zetten. Wat een tragere energie. Van de week had ik weet niet meer bij welke reading dat was.
Of dat bij de volle maanenergie was. Ik zie de schildpad en het voelt voor mij weer dat dat daarmee gekoppeld is. Dat we zitten natuurlijk in een stroming waarbij de ene energie overvloeit in de andere. En dan is de volgende alweer actief. En wat ik al aangaf, hè, daarom komen er deze maand ook best wel wat meer readingen online. Maar gewoon omdat ik jullie ook die inzichten wil geven wat die energie met je kan doen. En dit kan ook lichamelijke klachten misschien veroorzaken. In de zin van hoofdpijn, last op de schouders, buikpijn. Geen idee waar jij last van kunt hebben. Hoeft ook echt niet voor iedereen te zijn. Maar omdat jullie gevoeliger aan het worden zijn, voelt het voor mij dat jij nu wel in gaat zien wat het patroon is wanneer jij jouw gevoeligheid mag omarmen in de zin van ik ben lief voor mezelf, ik neem de tijd er ook voor, ik plan niet te veel drukke afspraken in, maar ik heb echt dat rustmoment dan nodig om mezelf weer op te laden. Want zo voelt het voor mij wel. Je hebt een flinke pittige tijd achter de rug en dat kan ook al langer geleden zijn, maar dat je nu wel echt pittige tijd qua transformatie bedoel ik dan. Hè? Dat kan voor sommigen echt wel jaren en jaren en jaren duren. Voordat jij pas op een punt komt dat je denkt van oké, nu gaat het weer een beetje shinen. Nu kan ik weer genieten van het leven. En je prikt erdoor als er weer iets even als test op je pad komt. Maar dit kan intent zijn geweest. Voor sommigen kan het op dit moment spelen natuurlijk. Zoals ik zeg, het zijn collectieve berichten. Het zal niet met iedereen direct resoneren. Het kan ook voorspellend zijn. Dus dat het op een later moment passend is. Maar alles breekt of staat wel met een moment wat eerder is gebeurd. En dat kan voor sommigen zijn dat er een scheiding mee gemoeid is geweest. Waarbij jij niet meer dat conflictstukje aan wilde gaan prikken. Waarbij je continu verwijderd was van elkaar. In de zin van dat je gewoon merkte van het matcht gewoon niet. Het is een blokkerende energie. Ik kom er niet doorheen. En het is klaar. Het hoeft niet meer. Dus het zal voor sommigen echt wel gestart zijn. Misschien met een relatie die misschien langer geleden al beëindigd is. Waarbij jouw transformerende energie geactiveerd is. Het kan ook zijn dat voor sommigen dit nu pas kort geleden is gebeurd. Maar we krijgen en de Fool en de Wereldkaart. We hebben hier 1, 2, 3, 4 grote arcana kaarten liggen. Giga veranderingen wat plaats gaat nemen over het stukje oude stukken en pijnstukken loslaten. Naar die vernieuwing toe. Inzichten heb je gekregen. Het vertrouwen hebben dat het nieuwe pad ook mag beginnen. Dat rimpeleffect wat deze schrikkeldag met zich mee kan brengen. Ga daarop anticiperen. In de positieve zin. Dan kun je cyclussen voltooien, afronden en naar die vernieuwing toe. En in die vernieuwing, in die nieuwe transformerende energie, krijg je ook weer lessen, krijg je ook weer inzichten. En mag je het ook weer vorm gaan geven wat voor jou belangrijk is. Maar iedereen zal dit in een ander jasje stoppen en voor iedereen zal het anders voelen. Want we zijn ons eigen unieke zieletje hier op aarde. En welke elementen we ook krijgen, we gaan iets afronden. 10 van zwaarden met de duivel. Jij doorziet het voortaan. Jij weet wat, oké, dit is niet de stroming waar ik in hoort te zitten. En als iemand misschien wil connecten met jou, nou, dit voelt niet oké. Bam, jij hakt die knoop door. We krijgen onderkant dek, krijgen we de aas van zwaarden. Die helderheden die jij krijgt door lessen die je hebt geleerd. Dit zorgt er ook voor dat jij dit communiceert met die persoon. Van oké, ja sorry, maar dit is niet voor mij bestemd. Succes en doe je tot de volgende keer. Tot nooit meer. Maar je houdt de eer dicht bij jezelf. En die sprong zorgt er ook voor dat jij, want we krijgen best wel die opliftende energie. En die kijk, jouw derde chakra, jouw derde oog gaat geactiveerd worden. Voor mij voelt het ook wel een beetje jouw innerlijke guidance die verder geoptimaliseerd is. Waarbij jij weet van oké, ik sta misschien in dat nieuwe pad nog als een student. Maar ook hier ga ik mijn lessen in leren. En ook hier ga ik mij
inzicht te krijgen. En een stukje creativiteit kan daar weer een belangrijk onderdeel van zijn. Dat je misschien dingen op gaat pakken of een cursus gaat volgen. Of misschien ga je samen met vriendinnen sieraden maken, ringen maken of wat dan ook. Diamond painting, weet ik veel, waar jij jouw creativiteit aan koppelt. Maar het voelt voor mij wel dat dit jou zoveel ruimte gaat geven, zoveel vrijheid, zoveel liefde in jouzelf, waardoor je ook zoiets hebt van, oh wauw, nu snap ik wat er allemaal is geweest, waarom dit is geweest en wat er nog aangekoppeld mag worden. Het is eigenlijk zo'n domino effect van aha moment op aha moment. En als je dan even een inzicht krijgt vanuit een situatie die is geweest, dan zie je ook van oké, dit is afgerond. Vanuit liefde voor mezelf, vanuit die intentie dat ik het juiste mag ontvangen. Afgerond wat niet meer nodig is en niet meer in mijn energetisch veld actief hoeft te zijn. En die uitbundigheid en overvloed kan daardoor ook verwezenlijk worden. Dat stukje wensvervulling. Zul jij meer en meer gaan ervaren? Die stabiliteit die daaraan gekoppeld zit, die voorspoed die daaraan gekoppeld zit. En af en toe kijk je even terug naar de situaties die je hebt moeten doorleven. En dan denk je van, zo, ik heb het mooi voor elkaar gekregen. Ik ben het waard om het hoogst haalbare te ontvangen. En ik laat me niet meer in met toxische elementen. En het wil niet zeggen dat dit niet meer op je pad zal gaan verschijnen, maar dan wel in een vorm dat jij het makkelijker kunt doorzien en ook om kunt buigen dat je er niet in jouw energetisch veld laat stromen. Dus dat voel ik wel heel duidelijk hier. Ik pak nog wat kaarten erbij als laatste guidance. Ik leg deze even een beetje zo. Nou, die vliegt er al uit. Kijk, je gaat die inzichten krijgen. Je weet nu dat bepaalde patronen als illusie waren. Hè? Dat sommige verbindingen niet zuiver waren. Dat je misschien te veel altijd erin hebt gestopt, maar je kreeg niet terug wat je wilde ontvangen. En recht hebt om te ontvangen. Ben daar ook echt van bewust. Hè? Want je hebt het recht om hetzelfde te ontvangen als wat er gegeven wordt door jou aan een ander. Blokkerende energie heb jij doorbroken, je hebt die inzichten gekregen, je hebt je pad uitgestippeld en vanuit daar maak je die sprong vooruit. Kijk eens. En op dat pad van nieuwe intenties zetten, kan het voor sommigen zijn dat jij ook weer open kunt gaan staan om te leren ontvangen. Nu wil ik niet zeggen dat het altijd gelijk dan te maken heeft op het romantische vlak. Maar je gaat wel weer openstaan om met mensen om jou heen, gelijkgestemde, eventueel dus ook liefdespartners, te kunnen gaan connecten. Onderkant dek krijgen we de zon. En die kan gaan schijnen als jij dus iets af gaat sluiten. Voelt voor mij ook dat het bij sommigen een derde partij kan zijn die in jullie huwelijk terecht is gekomen, waarbij dus ook een einde is gekomen aan die verbinding. Omdat jij oprecht naar jezelf blijft en niet meer over je heen laat lopen, niet meer die energie met je meeneemt. Je hebt de intelligentie, je hoeft je eigen niet als een deurmat behandeld te laten worden. Jij bent meer waard, je mag het hoogste haalbare ontvangen en gun jezelf dit dan ook. Ja. Want soms kan het ook een illusie zijn dat je het gevoel hebt, ik ben er al klaar voor, maar dan komt er toch nog even een pijnstukje opzetten. Kijk dit dan ook aan, weet dan ook dat dit even in de weg ligt om weer aangekeken te worden. En dan krijg jij weer ruimte. Ik neem hem even mee. Nou, ik word helemaal enthousiast. Jij gaat echt wel inzien van oké, eerdere connectie was niet voor mij bestemd. Ik ben daarvan losgekoppeld. Ik heb daar pijn en verdriet van gehad, om welke reden dan ook. Voor sommigen kan het een derde partij zijn. Voor sommigen kan het ook gewoon die intense hart en zeer zijn. Hè? Dat er niet oprechtheid gehandeld is vanuit de andere partij. We krijgen de zonkaart, de hierofant en de twee van bekers.
Het kan dus zijn dat er iemand op jouw pad kan komen waarbij jij wel weer je eigen of waarbij jij het hart openstelt om weer te mogen ontvangen, maar dat je zoiets hebt van dit is hem niet of dit is ze niet. En dan ga je weer dicht naar je gevoel en dan zul je misschien wel een soulmate gaan ontmoeten. Nu is het niet zo dat iedereen kijkt die single is, die zit te wachten op een romantische verbinding met iemand. Dit kan zeker ook op gewoon vriendschapverbinding zijn. Of iemand waarmee jij gaat connecten en een zaak misschien gaat openen. Of waarmee jij gewoon echt kunt levelen tot op zielsniveau. En dat komt omdat jullie elkaar al kennen vanuit een vorig leven. En of dit nou op het romantische vlak is, of op het zakelijke, of het vriendschappelijke, maakt geen bal uit. Om het maar even zo te verwoorden. Want dit is wel de synchroniciteit waar het leven mee te maken heeft. Dit is wel wat nu op jouw pad mag komen. Jullie mogen op dat kruispunt elkaar tegen gaan komen. En dit is ook zo eigenlijk, dit staat in jouw zielscontract dat dit nu ook mag gaan komen. En op welke connectievlak dit dan ook is, het is een connectie die echt wel een hele mooie stabiliteit geeft. Waarbij jij ook merkt van oké, ik mag mijn eigen weer openstellen en ik durf ook weer te ontvangen. En deze persoon kan hetzelfde aanbieden als wat jij ook zou aan willen bieden. Dus die gelijkheid, die oprechtheid, in een vriendschap gelijke waarde hebben, kan in een relatie zijn, kan op werkvlak zijn. Dus er is een hele mooie synchroniciteit die hier op tafel ligt. Nieuwe inzichten, omdat jij aan het ontwikkelen bent vanuit die rebirth die hier al ligt. Een doorstroom mag maken naar die vernieuwing, nieuwe kansen wagen. En die sprongwagen voelt voor mij ook dat jij je hart iets open mag stellen of verder open mag stellen. En dat kan angstig zijn, dat kan ook spannend zijn, want dat houdt ook in dat je ook weer teleurgesteld of verdriet kunt gaan ontvangen. Maar ik voel wel dat jij die skills binnen handbereik hebt, dat jij die doorbraak gaat maken. Dat jij dit dan ook niet toelaat. Zet dan niet die hele muur weer om je heen. Blijf altijd dat deurtje op een kier houden. Of dat raampje op een kier. Want dit zorgt ervoor dat als iemand misschien op je pad komt die als les weer even fungeert. Dat je daarna wel open blijft staan voor echte connectie die hier op de tafel terecht is gekomen. Dus kijk welke tijdlijn voor jou bestemd is. Dan ligt hier in ieder geval een gigaverschuiving wat plaats gaat vinden. Mocht dit jouw tijdlijn zijn, laat dan vooral een berichtje achter of een like als dit met jou matcht. Heb je zoiets van, nou ja, wauw, dit zou wel mijn tijdlijn mogen zijn. Laat dan ook vooral een reactie achter. Want dat vind ik ook heel mooi om te lezen. En vooral als jij dit het universum inzendt en met de kracht van dit kanaal erbij, kan die wens die jij uitspreekt hieronder de berichtenbox ook nog eens extra kracht bijzetten. Dat het waarschijnlijk ook verwezenlijk zou kunnen worden. En misschien op een kortere tijdsbestek als wat jij zelf misschien voor ogen hebt. Het kan onverwachts komen. Het kan intens zijn. En ben er klaar voor. Je hebt hard aan jezelf gewerkt. En je mag trots zijn dat dit nu ook jouw kant uit aan het komen is. Dus lieve, lieve ziel. Wees trots op jezelf. Blijf openstaan voor het hoogst haalbare wat je mag ontvangen. En de lessen die je even weer op je pad krijgt, neem ze voor lief. Ga dan ook uitzoomen van oké, dit is daarom geweest. Ik sta weer open voor de echte liefde of de echte vriendschap of de echte connectie op het werk. En je bent het waard. Voel het in je systeem, in elk stukje energie van je lichaam. Want je bent het echt waard, lieve ziel. Voor nu wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken, voor jullie nieuwe likes en comments die ik weer mag gaan lezen. En tot de volgende video. Doei doei!